Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen gemaakt. Die kwamen voor u waarschijnlijk niet helemaal als een verrassing. Nee, klopt. Ik wist van tevoren al ongeveer wat er komen ging. Wat is de belangrijkste voor onze regio dat er gaat veranderen? Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat het in essentie gaat om de oproep houd 1,5 meter afstand. Dat is de kern. En zorg dat je in niet te grote groepen bij elkaar komt. Dat was eigenlijk altijd al de bedoeling. Het is nu nog eens een keer expliciet gemaakt. En er zijn ook specifieke handhavingsarrangementen aangekoppeld. Dus er kunnen boetes worden opgelegd en er wordt specifiek aangegeven dat de burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio specifieke maatregelen kunnen treffen. Eigenlijk kon dat tot op zekere hoogte al, maar nu wordt het heel specifiek aangegeven dat die mogelijkheid er ook is. En dat betekent dat het makkelijker is om er gebruik van te maken. Als voorbeeld werd genoemd dat parken afgesloten kunnen worden. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk konden we dat al, want wij hebben afgelopen zondag Katwijk en Noordwijk hebben we de boulevards afgesloten, omdat het te druk werd. Dus die mogelijkheid hadden we eigenlijk al, maar nu wordt die nog eens een keer expliciet opgevoerd. In Leiden gaat het dan specifiek om de zaterdagmarkt die niet door kan gaan? Ja, dat had eigenlijk een andere achtergrond. Al in de oudere regels was dat je niet te grote bijeenkomsten mocht hebben. Daar vielen de markten eigenlijk ook onder. Maar als je het goed organiseerde en goede randvoorwaarden gaf, dan was het eigenlijk altijd al mogelijk om dat te doen. En dat hebben wij gedaan. Dus we hebben een reeks randvoorwaarden gesteld. En dat geldt niet alleen voor de Leidse markten, maar dat geldt voor alle markten in de veiligheidsregio. Die loopt van Lisse-Hillegom tot en met de Krimpende Waard. Daar gelden overal dezelfde regels voor. Als de marktramen voldoende ver uit elkaar staan, als de bezoekers voldoende ver uit elkaar kunnen staan en als de marktkooplieden daar ook een beetje op letten, dan kan zo'n markt doorgaan. Dat is denk ik dan ook het probleem, hè? Bezoekers kunnen wel voldoende uit elkaar staan, maar ze doen het niet altijd. Ja, dat betekent dat de marktkooplieden zelf ook het een en ander moeten doen. En afgelopen zaterdag hebben wij dat gecontroleerd in de hele regio. Overal heeft men zich daar keurig aan gehouden. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel positief over. Net zo goed als ik eigenlijk wel heel positief ben over het algemene gedrag van mensen. Wij zien hier en daar wel dingen die niet helemaal oké zijn. En dan is zo'n pakket aan maatregelen van gisteren eigenlijk wel weer heel goed om de mensen met de neus op de feiten te drukken. Van ga er niet lacherig mee om, ook vooral jongeren niet, want daar speelt het heel erg. Ga er niet lacherig mee om, het is echt serieus om dit te doen. En daarom ben ik wel blij met datgene wat gisteren gebeurd is. En dan kunnen we nog gerichter ervoor zorgen dat we het virus uit onze lokale en regionale samenleving houden. Er zijn ook wel heel veel mensen blij met de maatregelen, hè? Veel mensen zeggen zelfs dat dat wel wat eerder gemogen. Ja, maar zoals ik al zei, het waren vooral signalen die afgegeven zijn. En veel van die maatregelen hadden eigenlijk al wel eerder genomen kunnen worden op lokaal niveau. Maar je moet wel alle gegevens bij elkaar hebben en je moet er bovenop kunnen zitten. Want je moet het zien, anders dan lukt het niet. Het zal ook in een nieuwe situatie wel zo zijn. Maar het afkondigen van die maatregelen heeft ook het effect van dat mensen weer even met de neus op de feiten gedrukt worden. En dat is goed. Er blijven natuurlijk wel plekken open waar veel mensen naartoe gaan, bijvoorbeeld grote supermarkten. Kunt u dan ook in die bedrijven handhaven en controleren? Ja, dat kan. Datzelfde geldt ook voor andere grote winkels. Dat de winkels die moeten zelf ervoor zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen komen. Hangt een beetje af natuurlijk van hoe groot de winkel is. In een grote winkel kunnen meer mensen dan in een kleine winkel. En als het te veel worden, moet zo'n winkel zelf ervoor zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen kunnen. Dus moeten ze een deurbeleid gaan voeren. En dat is ook logisch. De minister-president zei gisteren in de persconferentie, dit is eigenlijk de laatste stap voor een complete lockdown. Zitten we daar nog ver vandaan? Nou, ik denk dat we dat eigenlijk niet moeten willen. Het is denk ik heel goed dat mensen ook gewoon nog naar buiten kunnen. Dat ze een ommetje kunnen maken, een stukje kunnen fietsen. Juist met zo'n ziekte als corona is het belangrijk dat je ook fit en gezond blijft. En dan is juist een beetje bewegen heel verstandig. Je moet het alleen niet op een kluitje gaan doen. Dus zorg dat je een beetje uit elkaars buurt blijft. En datzelfde geldt als je kinderen hebt. Voor kinderen is het heel goed dat ze buiten spelen. Mag ook met anderen. Maar ga er niet als ouders allemaal op een kluitje bij staan. Dat is niet de bedoeling. Zorg dat je afstand houdt. Dat is eigenlijk de primaire kreet.